En hij staat naast me hier op het podium van het Pakjeshuis, Jack van Raamsdonk. Hey, hallo allemaal. Hey, voor het goede doel zijn we hier. Voor het goede doel? Voor het goede doel, hè. Ja, ja, voor de kinderen van de voedselbank. Ja, hey, hoe gaat het met Jack? Ja, eigenlijk wel heel goed, moet ik eerlijk zeggen. Het is hoe ouder ik word, hoe meer ik gevraagd word. Ja. Ik hoor dat nooit voor mezelf. Nee, maar dat zie ik aan de boekingen natuurlijk. Hè? Ja. En ik hoor net dat mijn liedjes vrij veel aangevraagd worden. Dus daar zijn we als artiest alleen maar blij mee natuurlijk. Ja. Hey, hou even de microfoon vast even. Want wij gaan jou de Nachtbraker Award overhandigen. Oké. Okay. En dat is deze trofee. Ja. En weet je waarom? Nou? Ik heb hier 3 nachten gezeten. En toen was Sri Lanka veruit de meest aangevraagde plaat door de mensen die hier voor het huis kwamen. Nou, daar ben ik zeer vereerd over en ik moet eerlijk zeggen, die prijs die past ook wel bij mij. Ik zal hem lekker laten smaken. Dankjewel. De Nachtbraker Award 2022 voor Jack van Raamsdonk. Met Sri Lanka. Hey, komt er nog meer mooi werk aan? Jazeker. De ene single die loopt nou, gas erop, godverdomme. Boer de Rock. De opvolger ligt klaar, die doe ik samen met Roy Jos van de documentaire serie 25 jaar Foute Vrienden uit Amsterdam. En die komt meteen na carnaval uit en daarna komt Sri Lanka 2.0 uit. En 2.0 versie nog? Die 2.0, die ga ik daar zingen. Ah, dan ga jij voor de twee awards volgend jaar. Ja, zeker weten. Kas moet vol, hè. Ja. Hey, en wat ga je met de kerst doen? Werken. Werken? Ja. Veel zingen? Ja, ik heb een mooie grote show in Gestel erbij, Sint-Michiels Gestel, met John de Bever en Roy Donders. En verder een rondje langs de Hollandse cafeetjes. Okay. Hey, ik wens jou hele fijne kerstdagen, veel voorspoed in het nieuwe jaar en maak er wel moois van. Oké, okay, dankjewel allemaal. Live vanaf de parade in Den Bosch. JND in actie. JND in actie. Radio JND.